my god. This turret. Oh, get... Oh, nah, get out of here. Get out of here, jongens. Terug, weg met jou. Jongere mensen, super leuk dat jullie kijken in deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal GamesRule. En in deze video, jongens, gaan we lekker een solo potje proberen te winnen. We gaan lekker naar Happy Hamlet, natuurlijk een nieuw plekje in de Fortnite map natuurlijk. Season 7 is officieel begonnen en ik vind het super vet. Natuurlijk, de helft van de map is gewoon verkleed onder een laag sneeuw. En dat ziet er super vet uit. Ik heb werkelijk geen idee of überhaupt waar iemand gaat landen. Ik hoor wel hier en daar wat mensen landen volgens mij daar. Dus hopelijk komen er wat enemies hier naartoe, want anders ja, een beetje een saaie plek zou ik zeggen. Volgens mij zat daar nou... Zat daar iemand te landen, toch? Ik hoor ook allemaal vliegtuigen gaan, dus ik hoop dat hier wat mensen heen komen. Het zou wel even mooi zijn. Ja, hier zit gewoon iemand. Oh, ik kan hem vies opwachten, gek. Oh shit, oh god. Oh, dat is geen damage. Heeft hij een wapen? Nee, toch? Hi! Doei! Oh, wat erg. Deze plek ligt namelijk best wel ver van de bus. De bus ging ongeveer hier overheen, dus het was nog best wel een stukje vliegen. Alright, niet zoveel getreuzel hier. En laten we maar snel gaan looten en dan direct door naar wat kills. Want ik heb geen idee, maar ik denk niet dat hier echt mensen waren geland. Dat is wel jammer, want het is een leuke plek om te landen, vind ik persoonlijk. Oeh, een betere burst, dat is wel chill. Of betere jaar bedoel ik eigenlijk. Alright, dit is een soort van gekke kelder of zo. Okay. Oh, wat? We zijn ook alweer buiten, wat de hel? Ik kan hier niet naar boven toe, dus ik moet even via hier zo gaan, I guess. Yes, sir. Alright. Chill, pistol. Nou, geef maar door. Hier, kijk eens aan, een tactical shot. Even alles selecteren, zo, hoppakeetje. Nice. Oké, okay, ik heb echt geen idee, maar ik hoor en ik zie volgens mij helemaal niemand hier. Dus ik denk dat ik ook gewoon er gelijk maar vandoor ga. Dan gaan we maar gewoon even met deze loot gewoon proberen. Het is prima loot om gewoon kills mee te farmen, zeker als we een shield te krijgen. Nice. Alright, ik ben gewoon van plan om dan gelijk naar een beetje hier zo heen te gaan. Want hier, dit huisje, is super chill. Daar kun je echt leuke loot vinden. En dan gaan we daarna naar die flight geneuzel toe. Zodat we hopelijk daar een vliegtuig kunnen... Oh my god, dat was een sniper, gek. Om een vliegtuig te kunnen stelen. Trouwens, hier kun je ook een vliegtuig stelen. Wat lul ik eigenlijk? Hier waar die schoten zitten, kan je gewoon een vliegtuig jatten. Ja, en dat zijn ook al wat enemies volgens mij van plan. Ik heb bijna geen mes, dus ik moet heel even deze boom hakken. Alright, chill. Oké, ik ga pushen. Deze guy heeft volgens mij een heavy sniper. En die zou ik op zich wel in mijn klauwen willen hebben. Dat zou wel fijn zijn. Oké, hallo. Wij gaan even mengen. Hallo! Shit, zijn we weer verder naar beneden. Geen idee of hier iemand zit. Ik hoop maar even van niet, want ik hoor hier beneden allemaal schoten. Je ziet hem daar ook zitten. Kom op, burst! Dat is een headshot. Oké, shit, sorry. Ik heb geen idee, maar die burst is echt niet zo chill van afstand. Zal ik hem gaan pushen? Fuck it, ik ga het doen. Let's go, let's go. Oké, let's go. Ga raak! Oh my god, yes, got him! Oh shit! Dat is zo lijp, ouwe. Je kan via die kabelbaan kan je gewoon gaan schieten, man. Dat wist ik eerst ook niet. In de stream van gisteren ging ik namelijk ook dood door iemand die dat ook deed. Omdat ik dacht van, oh, die kan vast niet schieten. Dus ik piek gewoon mokerlang. Maar ey, chill. Ik heb 2 kills in de broekzak al, dat is fijn. Geen idee of hier nog iemand zit. Ik denk het niet. Ah, het is ook al vast geloot volgens mij. Ja, oké. Laten we maar gewoon een vliegtuig pakken. En laten we hier weggaan. Oké, let's go. En lekker opstijgen. Alright, ik heb niet zoveel loot. Ik heb ook niet zoveel mats. Dus ik moet een beetje iemand gaan proberen te killen die heel veel mats heeft. Maar die niet zo heel veel kan doen. En, oh my god, dit werd net afgebouwd. Zit hij hier in de toren misschien? Nee, dat niet. Een vliegtuig. Ik zie hem hier. Dikke achtervolging hier, oh. Dat is een hit. Hij lagt wel, ouwe, die gozer. Kom hier, vriend. Kan ik weer schieten? Ah, chill. Doei. Wow, shit. Oké, eruit. Mijn Siri gaat ook af. Siri, opzouten. Waar is die gozer geland? Oh, hij is dood. Siri, waar landt mijn vliegtuig? Oh, die landt daar ook perfect. Oké. Mijn Siri... Nee, ik zeg weer Siri. Ik moet dat niet zeggen. Gaat hij weer aan, of niet? Siri, even uit. Oké, even niet mee bemoeien. Ik ben even aan het opnemen, oké? Snap je dat? Zo. Nou, die is hopelijk stil. Alright, die kerel zijn vliegtuig ontplofte. Maar hij vergat zijn parachute uit te doen of zo. Hij viel vol naar beneden. Helaas krijg je daar geen kill voor. Dat is wel jammer. Alright, 2 kills nog steeds in de broekzak. Ik weet niet of dit mijn vliegtuig was. Het lijkt er wel op. Dus ik ga gewoon lekker weer hiermee verder vliegen. Let's go. We gaan het doen. Oké, ik moet even wat meer mensen tegenkomen, man. Oké, alright. Let's get it. Misschien dat hier iemand beneden aan het rondzwerven is. Ik zie niet echt die beweging. Ik ga even naar die vliegschool hier toe. Of die hangar shit hier ook bij Frosty Flights. Nee, of ik kan deze bomen ook wel gaan hakken. Dat is ook wel slim. Wat gaan we doen? Ik wil eerst even een kill pakken. Dus ik ga eerst even naar hopelijk hier zo toe. Kijken of hier iemand is. Vlieg helemaal verkeerd. Ik moet hierheen. Oké, daar zo. Ik hoop dat daar iemand loopt of zo nog. Ik zie daar wel een stipje. Dat is een prullenbak volgens mij. Denk ik. Ja, dat is geen enemy. Hallo? Is er nog iemand achtergebleven hier toevallig? Denk het niet. En anders worden we wel zo meteen beschoten. Nee, is denk ik niemand meer.
Ik zie hier nog wel een pump. Ja, die laat ik me even achter, want ik ga gewoon doorvliegen. Ik moet gewoon even wat actie vinden, jongens. Het is wel jammer, ik weet niet wat het is, maar er gaan nog steeds heel veel mensen naar gewoon de oldschool plekken toe. En dat vind ik best wel jammer, want ja, ik hou van die sneeuwkant van deze map. Maar er mogen op zich best wel wat meer mensen hierheen komen. Het is toch best wel rustig namelijk. Alright, nou laten we dan gewoon een beetje naar Caesar toe gaan. Ik denk dat dat heel veel enemies aan het doen zijn. Dus kunnen ze hopelijk daar in ieder geval wat mensen vinden. Een beetje bij Tilted langs gaan of zo. Misschien dat daar nog iemand loopt. Zo'n vliegtuig is super chill. Je kan gewoon lekker rustig in de lucht vliegen. Je wordt bijna niet gehit, zeg maar. Je kan wel geraakt worden, maar het is, ja, het is bijna onmogelijk. En dan gewoon lekker naar de Caesar toe. Dat is wel chill. Alright. Even zien of er iemand in Tilted zit. Er is veel gebouwd hier, dus we kunnen even een gluurtje gaan werpen hier. Hallo jongens! Ik denk dat misschien dat daar iemand zit, ouwe. Je weet maar nooit. Gewoon helemaal kapot schieten. Hallo! Oh shit. Dat is echt sick, ouwe. Dat gewoon helemaal... Wow, shit! Dat was vet! Holy shit, dat was gewoon een dikke barrel, ouwe. Nee, ik zie niet echt mensen hier. Ik zie wel allemaal chille loot liggen. Oh, Siri gaat dit gaat. Bonjour! Oké. Okay. Hi. Oh my god. Een geest attack. One-shot hem. Oh my god. Ik heb geen idee. Maar ik had hem natuurlijk ook geraakt met mijn mooie vliegtuig. Maar dat was lekker, man. Hier, groene tactical. Dankjewel. Alright. Nou, we hebben weer een kill erbinnen. Of erbij. Nou, dat ging best wel makkelijk. Nou, ben ik wel officieel mijn vliegtuig kwijt. Dat ding, ik landde hier. Is hij dan hier omhoog gevlogen of zo? Hallo? Vliegtuig? Nou, oké. Okay. Ik denk dat ik hem kwijt ben. Wat de hel? Is hij ontploft of zo? Dat kan natuurlijk ook. Oh, hij ligt daar. Oh, wat een mooie plek heb ik hem ook weer neergezet. Alright, chill. 3 kills in de broekzak. Er zijn nog best wel wat mensen over trouwens. Dus hopelijk kunnen we nog even... leuk potje neerzetten. Oké, 3, 2, 1. Opstijgen. Gaat dit werken? Ik moet even die boost gebruiken. Ja, yeah, let's go. Alright, en we zijn weer in de lucht. Let's get it. Dit vliegtuig is chill, man. Je kan gewoon lekker snel ergens heen. Dat is fucking chill. Alright, ik zie daar iemand grappelen. Of met zo'n... hoe noem je dat eigenlijk? Zo'n zipline gaan. Dus die zie ik daar, oh. Daar schieten we even hele kogels op. Oké, hij raakt mij. Oké, ik heb hem niet gehit. Oké, ik ga hier eruit. Huh. Zo. Chill, 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 chill. Hoppakeetje, bruur. Heavy sniper is mijn bro, ouwe. I love it. Oh shit, even bouwen. Lekker. Dat was een kill, man. Lekkere snipe. Echt, dit is gewoon chill. Je kan gewoon heten met zo'n vliegtuig pushen. Dat is fucking fijn. Alright, neem ik ook even die mee. Hoeveel zijn het er? 3. Ja, prima. Alright, chill. Let's go. Hij heeft veel mats, ouwe, dus dat is fijn. Want dat had ik nodig. 4 kills in de broekzak. Zitten hier daar misschien nog mensen? I don't know. Is mijn vliegtuig nog in leven? Want dan kunnen we die weer gaan gebruiken. Want zoals je ziet, de vliegtuigtactiek werkt wel aardig goed. Daar zijn mensen aan het bouwen. Oh my god. Dat was gewoon een hit. Ik weet niet wat ik aan het doen ben met die sniper, maar ik vind het helemaal prima. Zipline gaat daarheen. Is dat handig? Ik ben mijn vliegtuig kwijt, jongens. Ik hoor wat. Oh my god. Als je iemand uit zo'n vliegtuig snijdt van zo'n afstand, dat is toch vet, ouwe. Oké, ik ga een beetje snipen. Ik zit hier namelijk wel perfect. Die komt daarin. Weer een hit, lekker. Hij is helaas dood. Shit, sorry. Ik heb mijn vliegtuig niet meer. Ik ben hem kwijt. Maar daar is echt lijpe fights gaan. Ik kan niet met zo'n grab of zo'n, hoe heet zo'n ding? Zo'n zipline er naartoe gaan. Dat is wel jammer. Dus ik ga maar... Oh, jawel. Eigenlijk... Nou, oké, ik ga wel hier naartoe. Dan moeten we maar even met de benenwagen gaan doen, jongens. Dan gaat het maar even lopen doen. Oké, ik neem wel even die mee. Oh, als die nu iemand piekt, ouwe. Nee, helaas, helaas. Het was te hopen. Oké, ik ga er wel een beetje naartoe. Want volgens mij lag daar nog best wel aardige loot. Die kerel is nu dood. Dat bedoelde ik. Dat was niet zo slim om met een pistool mee te schieten, gast. Echt, ik snipe lekker, man. De aim is goed. Dat is echt sick. Oké, die loopt daar ook. Oh, de bloem, jongens. I love it. Ze hebben er zoveel geüpdate aan de movement en alles. Maar ook aan de bloem. Zeg maar dat je kogels, als je wat meer aan het spammen bent met een scar of wat dan ook, dan gaan er wat meer kogels raar. Dat is ziek fijn. Natuurlijk hebben de enemies dat ook. Dus dat moet je ook natuurlijk in je achterhoofd houden. Oké, ik ga deze guy pushen. I want... Oh shit. Oké, nice. Wat ben jij aan het doen? Kijk, dat zijn toch even gewoon spammend. Gewoon 2 hits. Kijk, ik weet niet zeker of ik in mijn nek werd gepakt. Die kerel loopt weg. Geen idee waarom. Zit er iemand in mijn nek? Oké, ik zie niet 1, 2, 3 iemand. Oké. We zitten niet safe. Oké, daarom rent hij weg. Oké, dan moet ik wel even naar de station. Oeh. Geef me die. Chill. We hebben een nieuwe shotgun. Dat is fijn. Oké, ik ga deze guy gewoon achterna. Want ik heb zijn loot en ik wil gewoon die kill hebben. Oh my god. Ik denk dat dat die gast was. Iemand diep hier in de trap. Oh my god. Wat chill dat ik dat even hoorde nog, man. Oh my god. Meen je die?
Hoe kut is dat, gast? Hoe kut is dat? Oh, hij heeft 2 van die nieuwe shotguns. Wat doet hij? Waarom neemt hij er 2 mee? Dat is niet heel erg... Oké, dat is niet heel erg slim. Maar oké, chill. We gaan het loot, jongens. Zo doen we dat. Helaas niet de kill natuurlijk. Dat is wel jammer. Maar hey, de loot is ook prima. Alrighty then. Oké, even zien. We moeten niet heel ver lopen. Maar ik moet wel even doorlopen. Want ja, we kunnen niet met een quad. Ik zie niet een quad hier staan. Shit. Alright, 5 kills in de pocket. Brocket. Ja, dat is een lekker woordje, Dylan. Er zijn nog best wel wat mensen over, man. Nog 11. Dat is nog best wel wat. Dat vind ik wel super sick. Dan kunnen we misschien nog even, ja, die 10 kills aantikken op de endgame. Dat zou ook wel fijn zijn. Alright. Gewoon prima loot, jongens. Dit is helemaal mooi. Ik vind het een zeer zuiver begin. Of zeer zuiver potje, eigenlijk. De snipes gaan lekker. De loot is lekker. We hebben gewoon genoeg bouw. Kom maar door. Ik hoop dat dit een win wordt. Daar zie ik een vliegtuig vliegen. Alright. Eigenlijk wil ik ook weer zo'n ding hebben. Een vliegtuig is zo chill nu. Dan kan je gewoon de hele tijd mensen pushen. Ja, die kerel is... Oké, ik kan hem niet eens meer zien. Ja, dat is lekker. Ik kwam snipen, maar helaas. Even zien. Tomato Temple. Ik zie daar... Wordt iets gebouwd. Ik zie daar ook een airdrop staan. Dat is op zich wel leuk om naartoe te... Kut, ik zit niet meer safe. Ik kan die airdrop denk ik niet pakken. Daar word ik wel schoten, dus ik ga er wel richting lopen. Ja, shit. Ik kan die airdrop net niet pakken, jongens. Nee, die safe zone is denk ik iets eerder dan dat ik daar ben. Shit, oké. Ik ga maar safe lopen. Fuck it. We kunnen wel zonder de airdrop. Ja, misschien dat er iets van een shield in zat, weet je. Dan waren we full shield geweest, maar... Ik ga het risico niet wagen. Ik wil liever safe zitten. Dat ik misschien iemand hier kan killen of zo die ook shield heeft. Ja, maar op die brug is een lijp fight gaan. Ik moet daarmee bemoeien. Let's go. Let's push this. Oh, hij zit onder de brug nu. Je zag hem. Kut, ik weet niet waar die is. Oké, ik ga een beetje pushen. Wat is deze guy aan het doen? Oh shit! Where you at? Dat vliegtuig, man, what the fuck? Is dat een vliegtuig überhaupt? Oh my god. Het is een turret. Get out of here. Get out of here, jongens. Terug. Weg met jou. Holy shit, ouwe. Wat een snipe. Wat een mooie kill was dat. Ik kon hem niet eens zo goed zien, hè. Ik gokte maar gewoon een beetje. En ik hoopte dat het raak ging. Holy shit. Dat was een... Dit was een catchy... hoe heet dat? Dit was... Het scheelde niks, zou ik maar zeggen. Ik kan er echt geen woorden voor vinden. Alright, 7 kills. Let's go. Het was een turret. Ik dacht dat er een vliegtuig op me afkwam. Maar dat viel er gelukkig mee. Even, ik kan hier net niet die loot pakken. Oké, nice. Wow, kijk onze match gek. Oké, dit is heerlijk, man. Alright. Full shield. Echt moken veel match. Veel kogels. Dit is helemaal prima. Alright, het enige wat ik wel wil hebben is een vliegtuig, man. Dat lijkt me even vet om zo'n vliegtuig snipe kill op zo'n vleugel te maken. Maar ja, dat is moeilijk te vinden dus nu. Want ja, we zitten ook endgame natuurlijk. Dus alle vliegtuigen zijn een beetje gebruikt. Of zijn er gewoon niet meer. Of ja, zitten niet meer safe natuurlijk. Even zien. Alright. Ik moet daar sowieso heen. Ik zit al safe. Dat is mooi. Misschien dat er iemand bij deze brug rond banjert. Dat kan natuurlijk ook. Ik zie daar iemand lopen. Die was close, gek. Oké, ik zit safe. Chill. Hij maakt gelijk een base natuurlijk. Logisch. Alright. Even zien. Wat hebben we voor traps? Oké, ik heb geen launchpad. Dat is wel minder fijn. Hoe ga ik dit doen? I don't know. Ik kan niet zo goed editen, man. Ik moet het nog even onder de knie krijgen. Ik heb wel een spectator. Dat is wel geinig. Ja, die kerel gaat daar 100% blijven campen. Ik weet niet of hij een snipe heeft. Waarschijnlijk wel. In ieder geval, daar ga ik wel van uit. Ja, hij heeft 100% een snipe. Kut, sorry. Oké, dan ga ik hem gewoon een beetje skippen. Hartstikke leuk en aardig dat hij daar wil blijven zitten. Maar dat... Nou, was het probleem. Oké, nee, daar ga ik geen aandacht aan. Oh god. En ja, nu heb je mij boos gemaakt, vriend. Ik moet echt een vliegtuig hebben, man. Dat zou vet zijn. Dan kan ik hem nu zo pushen. Ja, die kerel die blijft daar zitten, man. Wat een gluiperd. Oh my god, tuurlijk. Gozer. Oh my god, hij doet het nog goed ook. Ik hoor een kist. Even snel een kist meenemen. Je weet maar nooit wat erin kan zitten. Oeh, dat ging bijna fout. Kissie. Dankje. Een chuck. Ja, die kan ik net niet meenemen. Kan ik hem hierdoor snipen? Dan ga ik echt lachen, houden. Kan dit? Wacht. Oh my god, dit kan gewoon. Oké, als ik hem hierdoor kan killen, dan word ik gek. Waar is die gast? Shit, sorry man. Oh, nou wil ik het ook nog proberen ook. Oké, hij zit daar nu. Oké, alright.
Ik ga het gewoon proberen, fuck it. Hij zit daar ongeveer. Hij weet nooit van waar ik schiet, jongen. Dit is perfect, ouwe. Dit wist ik niet eens, gast. Als hij piekt, jongen, piek één keer alsjeblieft. Alsjeblieft, gewoon voor de gein. Ik weet niet of hij mij echt ziet nu. Ja, hij piekt niet, man. Hij weet echt gewoon niet waar, van waar dit kan. Oh ja, hij weet het wel. Oh shit. Hij wist het wel. Kut. Ah, dit editen. Oh, dankjewel. Ik heb er altijd zo'n moeite mee. Oké. Alright. Hij heeft mijn hele brug gesloten. Ja, die kerel heeft een beest daar, jongen. Oké, weet je wat ik ga doen? Er zijn nog andere mensen over. En ik denk dat ik eerder op hun moet gaan focussen dan deze chap. Want die gozer blijft daar campen. Kan ik beter op andere mensen gaan focussen? Ja, laten we dat doen. Alright, 7 kills. Ik kan nog precies die 10 kills halen. Dat zou heel fijn zijn. Die gast zit echt op een kut spot, jongen. Ik kan net niet bij hem komen. Maar hij zit ook zo vies high ground. Oké, misschien dat hier nog iemand rondloopt. Hallo? Hier is moken veel gebouwd ook. Ik denk dat hij in dat hokje zit. Nee dus, hij zit hier. Natuurlijk ook... Oh, jezus, gek. Alright. Er zit ook natuurlijk die gast in mijn nek. Jezus, hij... Oh my god. Woo! Ik weet niet hoe hoog we zitten. Iemand schiet volgens mij ons al naar beneden. Oh my god. Echt, die shotgun is zo sterk. Holy shit. Ook al is die heel weak, die gozer, je kan nog steeds gewoon one-shot worden door dat ding. Naar het paarse besef. Oké, ik heb geen kampvuur. Dit is minder fijn. Oké, die guy zit volgens mij met iemand anders in een fight. Dat is heel erg chill voor ons nu. Oké, wat heeft hij voor loot? Nice check. Oké, ik weet dat er een jug in die brug lag. Maar ik denk dat we daar net geen tijd voor hebben. Ik zit hier perfect. Ik zit hier perfect. Ik wacht heel even met deze guy killen. Ik kan hem easy pakken nu. Maar hij heeft namelijk een grenade launcher of een rocket launcher op die andere chap. Zal ik hem killen? Dit is de tactiek, dit is de tactiek, dit is de tactiek. Dat was precies de bedoeling, gast. Hoppakeetje, ouwe. 9 kills en even de... Hey. Hey, wat een heerlijk potje, gast. Ziek, 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 ziek. Oh my god, jongens. Dit was natuurlijk een ziek spannend potje. Ik wist een beetje hoe ik het moest aanpakken. Ja, ik kon die kerel daar snipen, fair enough. Maar dit was wel even de tactiek op dit moment. Hey, chill man, net geen 10 kills. Dat was wel jammer natuurlijk. We spannen ook, ja, we hadden niet zoveel kills in het begin. Dat was wel jammer. Maar hey, super ziek potje natuurlijk. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je deze video leuk vond, vergeet dan zeker even te belonen met een duimpje omhoog. Zou ik super doof vinden. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou ook super ziek zijn. Dat ze echt doof zijn. Want we gaan richting die 110k toe, jongens. Super bedankt voor het kijken, jongens. En ik zeg tot de volgende keer. Later, met.